De vierde en laatste voorleessessie van Voor het slapen gaan werd in het Openluchttheater in Mariehout voorgedragen door Bart van Turnhout. Wederom genoten de kinderen met de ouders van het voorlezen in de openlucht. Deze keer het verhaal van De Keizer zonder Billen. Op initiatief van Bibliotheek de Lage Beemden en het Openluchttheater in Mariehout hebben verhalenvertellers en theaterspelers de kinderen, vaak in pyjama of met een meegebrachte knuffel, op de maandagavonden vermaakt met hun verhaaltjes. Jullie hebben mij geroepen? Ja, gelukkig. Ja, dan ben ik bij de juiste groep. Want ik hoor wel vaker mensen roepen en dan weet ik niet altijd of dat voor mij is. Want in het heetst van de strijd raakte hij zijn billen kwijt. Daar stond de ridder in het ridderbos. En zomaar liet hij al zijn tranen los. Was helemaal verdrietig. Stond hij dan zonder billen, kijk. Maar goed dat er een rivier liep. Ziet hij allemaal mensen lopen? Allemaal billen, meneer een nijlpaar. En hier hebben mensen een tas. Hè? Net zoals de tas van de Jumbo hebt. Met haaien. Met haaien, ja. En ik ben vol. En je hebt allemaal katten. En wat zijn dit voor rare? Weet iemand wat dit is? Wat zijn het? Lollies, ja, die staan erop. En donuts. Donuts ook. En prikbillen. Zie je ook? Oh, cactusbillen. Ja. Ik ben lekker. Wat zeg je? Ook niet meer een bak zitten, alleen maar staan. Alleen maar staan. Oh, dat lijkt me echt voor iedereen, hè. Maar anders moet je maar de broers of zusje daar helpen als het kan. Ja, leg maar neer. Ga eens kijken. Oh. Kijk, dat past er. Bijna. Oh, dat is moeilijk. Ja. Oh, ik zie hier. Hier zie ik ook volgens mij koppen. Het lijkt inderdaad een wandelende kat. Ja, goed. Maar zal eens kijken, waar ze... oh, ik denk daar is nog iemand met de poten van de hond, volgens mij, of niet? Vond je het wel leuk? Ja! Oh, gelukkig. En vonden jullie het verhaal? Tot de volgende keer. Nou, hartstikke bedankt. Dank u wel, ga ik mooi in het graag gedaan.